Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie achter mij kunnen zien, staan we bij de Kaufland. Over ongeveer 2 weken is het zover. En gaat het hier los? Dan gaat iedereen hier zijn vuurwerk kopen. Ik heb tips gekregen dat er nu al vuurwerk te koop is. Bijvoorbeeld fonteinen en dat soort dingen. En heel eerlijk gezegd heb ik nog nooit het Duitse F1 getest. En dat wil ik nu wel even doen. En ik hoor jullie al denken, ga je speciaal voor het Kat 1 helemaal naar Duitsland? Zeker niet. We zijn hier ook voor andere redenen natuurlijk. Er zijn ook meerdere vuurwerkwinkels hier, boodschappen te halen. Dus we dachten, weet je wat, dat combineren we even. We gaan nu even naar binnen, kijken wat ze hebben. Yes jongens, we staan dus hier in de Kaufland. Moet je kijken, ze hebben hier dus Kat 1 vuurwerk. Dit is het vuurwerk wat dus nu al in de winkel ligt. Ik dacht het al, dat hier Kat 1 zou liggen. En je hebt best wel interessante dingen. Zo zijn dit bijvoorbeeld vulkanen. Die gaan we wel halen. We zijn dus bij de Kaufland geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. En we staan nu op een locatie om het even te gaan afsteken voor jullie. Dit is onder andere een pakket die we gehaald hebben. Van Comet, voor je werk. Mega light pack, 20-delig. Ik moet zeggen, we gaan het nu dus in Duitsland afsteken. Omdat er dus niet eens een Nederlandse tekst op staat. En volgende is dit fonteinenpakketje. Ook nieuw, hebben we nog nooit gehad. En ik ben super benieuwd of het Kat 1 in Duitsland heftiger is dan wat wij de laatste 2 jaar hebben meegemaakt. Dus we gaan het zien. Wat ook bijzonder is, ze hebben hier gewoon nog knetterballen. 7 stuks. Zullen pellets zijn of gewoon balletjes? Dat gaan we zo zien. We hebben dit pakket gehaald. Voornamelijk volgens mij knalerwten helaas of zo. Maar goed, we zullen zien. Dan hebben we deze nog. Deze schijnen ook goed te zijn, zei de vrouw aan de kassa. Knalkiersje. Kennen wij ook niet. Hele rare dingen. En dan hebben we deze nog. Bengaal. Nou, die kennen we wel natuurlijk. Waarschijnlijk gewoon zo'n Bengaals vuur. Zullen we met deze beginnen? Of de knetterballen? We beginnen met het fonteinenpakket. Oh ja. Oké, beginnen we even met het fonteinenpakket, jongens. Het regent wel een beetje. Maar dat mag de pret niet derven. Kijk hoe ze eruit zien. Trouwens, we hebben voor alles wat we net lieten zien, hebben we in totaal €33 betaald. Dus het is niet heel goedkoop, want bij ons is het ook zo duur. Kijk dan, hoe ze eruit zien. Beetje zoals de Aldi. Ik ben zo benieuwd. Als ze dan nog benieuwd zijn. Zet ze even ietsjes verder, een beetje van die auto af. Maar ik weet niet of dat deze wel groot effect geeft of niet. Ik ben echt benieuwd, man. Yes? Je zet hem daar even een metertje verder dan. Nog een meter? Ja, even de eerste. Zo? Jo. Ik ben echt benieuwd, man. Wat wij gewend zijn in Nederland. Vriend, zo hoort het te zijn. Zo hoort het te zijn. Dat zijn wel goeie, ja. Dit zijn gewoon de oude crackling. Ja, die oude van de Aldi. Althans, oude, de normale. Wat we gewend waren. Maar ik moet zeggen, ik weet niet of je op camera echt het verschil goed hoort. Maar wij wel. Zo. Hoor dit? Gek, hè? Nee, echt top dingen, man. Hebben we deze nog? Kijk hoe raar die eruit zien trouwens. Rote Fontana. Het is wel wat krachtiger Kat 1 dan bij ons. Volgens mij wat kleiner. Nou, hier zit dus geen crackling bij, dat is jammer. Dat is niks. Maar die vulkanen, man. Echt ziek zijn die. Zo. Nou, niet echt heel heftig. Nee, die niet. Maar deze? Wacht heel even. Hallo. Dat is Jugendvuurwerk. Alles goed. F1. F1. Ai. Dat is Jugend. Je ruimt nog even af. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kein probleem. Ik heb die nummer. Ja, ja. Dat is klaar. Ciao. Kein probleem. Mag ik iets vragen? Ruimt af. Ook in Duitsland heb je dus zeurpiet helaas.
Nou, hier zit geen kretting bij, man. Of wel? Nee. Nee, niet meer. Nee, dit zijn gewoon een beetje de normale F1. Ja. Maar deze... Die knetteren echt zoals die oude... En Colaconics trouwens. Oh nee, deze ook niet. Waar die andere ding? Zullen we deze even doen dan? Die hebben we ook nog niet gedaan, man. Kijk, de kleine kometjes. Cool. Ah, dit zijn we ook gewend bij de Aldi, man. Ja, man. Deze. Dat is niet echt bijzonder. Deze lijken een beetje op die nitro's of zo. Precies. Ja, die zijn hetzelfde. Kijk deze. Dan heb je nog die powerballs. Wat de cameraman net heel slim zei inderdaad. Zijn dat dan pallets of zakjes? Ja, dat zijn pallets, man. Helaas. Helaas inderdaad. Het is hier ook voorbij met die knetterballetje testen. Nog wel. Zo. We hebben wel wat de laatste tijd met weien gebruikt, man. Zeg, het begint lekker. Dat is ook slecht, zeg. Oké, dan testen volgens mij hadden we gewoon geluk met eentje. Testen we deze even, die knalkiertje. Want die zijn heel raar, moet je kijken. Huh? Zie dit? Oh, hier, daar heb je deze nog. Kijk hoe raar dit is. Knalkiertje. The fuck? Wat is dat? Leek net op een druppelkit. Ik ben benieuwd, man. Hè? Wauw. Gekke dingen. Doe maar even het hele pakje tegelijk, want als we op dat ding moeten wachten, dan zijn we over een jaar nog niet klaar. Oké. Dan is het nog wel wat. Wat is dit dan voor pakket? Knalerwten. Dacht het al, man. Ja, nee, dat gaan we niet eens doen. Nee, dat laten we liggen. Dan doen we dit pakket even. Volgens mij zijn het een soort van dezelfde als dat we net hebben gedaan. Zeg je, maar ik wil lekker dichtbij, vriend. Ja, man. Het is ook alleen effect. Wel, we hebben er een paar gehad die echt een harde crackling effect gaven. Maar welke dat precies was, waren die eerste, die rode grote. Ja, we hadden denk ik gewoon geluk met die crackling bij het begin. Ja, man. Maar dat waren die grote, man. Die ja, toch? Ja, want dit is ook niks. Check deze dingen. Je had er weer die oude crackling, gek. Snap je. Kom op. Gas. Zo. Hé, maar dat is die oude crackling die wij nog willen, man. Ja, man. Jammer genoeg is dat dus in Nederland niet meer het geval. Over 2 weken, jongens, gaan we weer deze kant op. Maar dan mag het officieel om je vuurwerk te halen, dus bij de supermarkten. We laten zo meteen nog wel even zien of er controle staat, want die stond er net op de heenweg wel. We zijn op dit moment weer in de auto. En ik moet je zeggen, wat vond jij van het kat 1 daar bij de Kauf? Ja, die ene crackling van Tijna eigenlijk. Was eigenlijk ook gewoon slecht. Ja, alleen volgens mij zijn de regels dus in Duitsland veel minder streng. Waardoor je dus dat kat 1 best wel sterker nog kan hebben dan wat we gewend zijn.
Ik weet daar namelijk ook dat in België ook gewoon op die Color Conics worden verkocht nu op dit moment bij Sena. Dus eigenlijk moeten we gewoon het Cat 1 in Nederland gewoon in zijn geheel vermijden. En op de heenweg toen we hier reden zagen we echt grootschalige controles. En dat is natuurlijk niet alleen maar vuurwerk, maar ook ja, metaalachterstanden of wat dan ook. Maar toch, in deze tijd zijn ze natuurlijk heel erg aan het zoeken ook naar vuurwerksmokkelaars. En ik ga het proberen te filmen voor jullie zometeen, want de afgelopen tijd hebben we natuurlijk nogal eens wat video's gemaakt over die controles. En hier dan ook het bewijs dat het hier dus ook gebeurt, in Duitsland. Want waar gaan we de grens over? Arnhem, toch? Ja. Het is echt bizar, maar dit keer was de grenscontrole dus al weg. Terwijl ik een uur geleden nog het signaal kreeg van iemand, die met ons mee was daarnet, dat ze er nog stonden. Dus waarschijnlijk zijn ze net ermee gekapt. Dus ik wou zeggen dat scheelt voor ons, maar eigenlijk had ik ze wel willen zien even voor deze video. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke video vonden. Een soort van sfeertje vooraf al, voordat we straks over 2 weken al, jongens, het vuurwerk kunnen halen in de supermarkt in Duitsland. Misschien is dat wel mijn meeste hype die ik heb. Toch? Gewoon die supermarkten weer afgaan. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En zien jullie mij morgen weer bij een nieuwe video. Later.